Eerst even over de bijzondere naam van dit miertje. Nou, de wetenschapper die deze mier heeft ontdekt, was vroeger eigenlijk een hele grote fan van Harry Potter films. Nou zag hij dat miertje en dacht hij, nou, dat miertje dat heeft een heel lang wit lijf en zijn hoofd is ook een beetje gek. Die lijkt eigenlijk wel heel erg op Voldemort. En zodoende heeft hij die Voldemort genoemd. Dus de Voldemort mier. En dat is eigenlijk niet de eerste keer dat iets naar Harry Potter is vernoemd. Want er zijn bijvoorbeeld ook een spinnensoort. En die is vernoemd naar de sorteerhoed van Gryffindor. Eriovixia Gryffindori. Het uiterlijk kan bepalend zijn dus. Maar er zijn nog meer redenen waar een diersoort zijn naam aan te danken kan hebben. En dat kunnen ze doen op basis van waar hij bijvoorbeeld leeft of van hoe hij eruit ziet. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij een diersoort die hier in het Vondelpark is ontdekt. Dat was een sluipwesp en die is vernoemd naar het Vondelpark. Die heet dan ook Alpharetta Vondelparkensis. Maar ook bijvoorbeeld de boa constrictor, een gigantische wurgslang die je misschien wel kent. Als je dat vertaalt vanuit het Latijns, boa betekent grote slang en constrictor betekent die wurgt. Maar de leukste zijn toch wel de namen van diersoorten die er ook een beetje gek uitzien. Mijn lievelings gekke dierennaam, dat zijn er een hoop. Maar ik vind denk ik wel de spiegeleikwal erg geinig. Moet je even kijken, misschien zie je hem hier. Dat is gewoon een kwal en als je vanaf boven kijkt, lijkt het gewoon precies op zo'n spiegeleikje in de pan. Daar word ik ook vrolijk van als ik die zie.